ijshartjes. Laat 2 bekers sorbetijs bosvruchten 5 minuten staan, zodat het ijs zachter wordt. Snij van 1 grootmoederscake 5 dikke plakken van 2 centimeter. En steek uit elke plak met een hartvormige uitsteekvorm een hartje uit. Bedek de cake in de hartvorm met sorbetijs en neem de vorm er voorzichtig af. Bewaar tot gebruik in de vriezer. Maak zo nog 4 ijshartjes. Neem de ijsharten uit de diepvries, garneer ze met 100 gram frambozen en serveer direct. Zo maak je ijshartjes.